Onderzoekers hebben het volledige DNA-profiel van uitgezaaide blaaskanker in kaart gebracht. Dat is een belangrijke mijlpaal, omdat dit de weg opent naar nieuwe behandelmogelijkheden. Dit is belangrijk, omdat de overlevingskans van mensen met deze vorm van kanker de afgelopen 20 jaar niet is verbeterd. Ieder jaar krijgen 7000 mensen in Nederland de diagnose blaaskanker. 1300 patiënten overlijden jaarlijks aan deze ziekte. Voor mensen met andere soorten kanker is de kans op overleving de laatste jaren wel sterk verbeterd door de introductie van nieuwe effectieve medicijnen. Kanker wordt veroorzaakt door fouten in het DNA. Die fouten kun je vinden met een complete DNA-test van de oorspronkelijke tumor of van een uitzaaiing van de tumor. Er bestaan behandelingen die zich specifiek richten op die fouten in het DNA. Daarmee kan de groei van de kanker vaak gestopt worden. Onze onderzoekers hebben het DNA van tumorweefsel onderzocht van 116 patiënten met uitzaaiingen van blaaskanker uit acht Nederlandse ziekenhuizen. Het complete DNA-onderzoek is uitgevoerd in het laboratorium van Hartwig Medical Foundation, dat hierin is gespecialiseerd. De onderzoekers hebben de gevonden DNA-afwijkingen vergeleken met afwijkingen die eerder zijn gevonden bij mensen bij wie de blaaskanker nog niet was uitgezaaid. Er bleken heel veel overeenkomsten tussen de verschillende stadia van blaaskanker te zijn. Daarnaast bleek dat 90% van de onderzochte patiënten afwijkingen had, waar goed werkende medicijnen voor bestaan, die al worden gebruikt of die ver in ontwikkeling zijn bij andere vormen van kanker. Die medicijnen kunnen mogelijk ook gebruikt gaan worden voor patiënten met blaaskanker. Al deze gegevens zijn via de Hartwig Medical Database beschikbaar voor onderzoek. Wetenschappers van over de hele wereld kunnen deze data nu gebruiken om nieuwe doelgerichte medicijnen voor patiënten met blaaskanker te ontwikkelen.